Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite update video. Allereerst smash eventjes op het duimpje omhoog, want deze video proberen wij de 1000 likes te hitten. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien het al, de item shop van vandaag. Vandaag niet een heel erg grote item shop, maar je kunt natuurlijk wel rechts onderin de code te veel gevraagd invullen. Wie ons ook support is Kian. Ik heb jullie creator code ingevuld toen ik Among Us kocht. Hé, dat kan natuurlijk ook. Kian, heel erg bedankt voor het supporten van ons in de Epic Games Store. Een dikke shout-out naar jou. We gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag niet zoveel, maar ik heb wel leuk nieuws. Dus we gaan direct beginnen. Yes, en het eerste topic. We kijken natuurlijk eventjes hoe ver we zitten in Season 3, Chapter 3. Nou, op dit moment zitten we op 10.3%. Wat betekent dat we nu nog 94 dagen lang in Season 3 zitten. Dat gaat zeker nog wel eventjes duren, maar er komt veel aan. We gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan het eventjes hebben over de Spider-Man Zero skin. Namelijk, heel erg veel mensen hebben daar vragen over. Wanneer komt dit erin? Hoe kan ik deze krijgen? Nou, ik heb de informatie voor jullie hoor. Namelijk, allereerst, je kunt hem in principe gratis krijgen. Namelijk, als jij de Fortnite Zero War comic book kocht. Dat kun je nog steeds doen natuurlijk. Maar ik weet niet of die in Europa te verkrijgen is. Maar maakt ook niet uit. In ieder geval, als je die kocht, dan kreeg je een code. Dan kreeg je gratis dus de skin en de pickaxe. Dat is natuurlijk leuk. Sommige hele grote content creators die hebben hem ook gratis gekregen. Namelijk op dit moment hebben die het al. Maar wees niet getreurd. Namelijk morgen komt deze, als het goed is, in de item shop terecht. Dus dan kun je dus de skin plus een pickaxe kopen. Zeker weten, leuk. Heel erg veel mensen hebben natuurlijk al een Spider-Man skin. Dus is dat het dan nog waard om deze ook te kopen? Ja, dan moet je voor jezelf gewoon afwegen. Maar wel leuk dat dit erin gaat komen natuurlijk morgen. We gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan het eventjes hebben over een nieuwe samenwerking. Namelijk Fortnite X Naruto. En op 23 juni komt er een Rivals aan daarvan. Ja, wat daar precies de informatie van is, geen idee. Ik heb namelijk nog geen informatie. Het enige wat ik heb is dus dat plaatje. Wat ik wel heb voor jullie is een soort van teaser. Tenminste, daar lijkt het heel erg op. Namelijk dit plaatje. Jullie zien in de achtergrond het grote logo van Fortnite staan. En voorop zien jullie vier nieuwe characters van Naruto. Die wellicht dus in Fortnite gaan komen. Dus dat is zeker weten leuk. Misschien heeft dat iets te maken met dat Fortnite X Naruto Rivals. Maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Ja, we gaan het allemaal zien. Ik denk dat we volgende week meer info gaan krijgen. Omdat we ook volgende week dinsdag een grote update gaan krijgen. En dan zitten er natuurlijk weer heel veel dingetjes in de files waar we het over kunnen hebben. Maar voor nu is het nog een beetje onduidelijk. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over een samenwerking, namelijk Epic Games X Discord. Jawel, namelijk op Discord, als je op een profiel klikt, dan kun je natuurlijk gelinkte accounts zien. Bijvoorbeeld hun Spotify-account, hun Reddit-account, hun Twitch-account. Maar straks komt daar, als het goed is, ook Epic Games bij te staan. Dat is zeker weer chill. Voornamelijk als je iemand snel wil toevoegen of zo. Dus het is een heel erg handige functie. Epic Games wordt natuurlijk groter en groter. Heel erg veel gratis games, goede games. Dus dit werd eindelijk wel een keertje. Ja, dit werd gewoon een keertje tijd. Dus dat gaat er, als het goed is, binnenkort aankomen. We gaan door naar het allerlaatste dingetje alweer. Ja, nu alweer bij het laatste dingetje. Maar dit is wel eventjes leuk hoor. Namelijk, iemand heeft echt op een onmogelijke wijze gewoon het overleeft. En je gaat het zo meteen wel zien. Ik sluit de video al wel vast af. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog, want we gaan voor die 1000 likes. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En enjoy de video.